Maandag voorlopig even met mijn mobiel, omdat de vlogcamera het niet doet. Hopelijk komt dat weer goed. Maar in ieder geval is de orchidee echt aan het uitlopen nu weer. Dus dat is heel mooi. Ik heb zelf heel veel lopen opruimen en buiten nog een klein beetje het pad vrij proberen te maken en wat gehakt richting de kastanjeboom achterin. Maar Paul is in ieder geval ook lekker bezig. Die zorgt ervoor dat de plint het laatste stuk gemonteerd wordt. Ik had al een meter voor hem. En de kast verder weer vrijgemaakt en naar voren gehaald. Dus, goede samenwerking. Maar Paul, klopte het nou die 5,6 of had je hem toch wat groter gehouden? Hij was 6. Dan komt het natuurlijk omdat hij eronder geschoven is dan, zeg maar. Omdat hij erop... Ja, sorry. Nee, ik kijk er niet tussen deze. Deze staat er gewoon voor. Ik had er echt op 5,6 gemeten. Links en rechts 7,1 of 2, zeg maar. Kwam ik op uit. Rechts hoeft niet helemaal schuin geslagen worden. Nou ja, je bent er niet wel uitgekomen. Een doorvoerde samenwerking. Paul zocht de nummers mee op. Staan alle ducts weer in de kast. En nog wat fotoboeken en pimpandoes en dagboeken van mij. Er liggen nog wel wat spullen op de bank en zo. Maar goed, het ziet er alweer heel anders uit, gelukkig. De operatie van Blackie is niet zo gegaan als we wilden. Maar Blackie leeft gelukkig nog. Alleen mijn zusje en zwager en Eva komen nu aan. Dus later even meer. Net een grote groep ooievaars gezien hierboven. Nog nooit hier gezien. Alleen ik kon het even niet vastleggen. Maar inmiddels bij onze patiënten even. En die is een soort van wakker. Maar nog niet dat je zegt wakker. Laat eens.